Kijk, nou zit je lippen. Kijk hoe het hier gaat. Ga maar eens vragen wat er aan de hand is. Nee? We hebben vandaag heel leuk nieuws. Eline staat in de finale van het lekkerste Brabantse worstenbroodje met haar bedrijf. Merel is vandaag weer voor Amerika bezig geweest. Het is vandaag een spannende dag, Madelief, want je mag jouw uitnodigingen uitdelen voor jouw kinderfeestje. En wanneer terugkomt dat school gaat, dat is ook al leuk. Junior, zo kan ik Madelief niet verstaan. En het is vandaag dinsdag en het is een evenweek, dus dat betekent dat Flora en Guusje naar de gym moeten, dus ik mag met de auto. Ja, die moeten naar de gym, dus jij mag met de auto. En Merel haalt jou op na school met de scooter, dus wij nemen de helm alvast mee. En ik haar rietje. Ja. Deze is voor deze. Ja, maar we moeten nu wel op gaan schieten, Dotje. Je mag maar even nog iets zeggen. Ja? Ik heb geen droom meer. Geen droom meer? Oké, gelukkig. Madelief 8 jaar. Maandag 14 februari word ik 8 jaar en dat wil ik graag met jou vieren op dinsdagmiddag 15 februari. Je mag gelijk mee uit school en we brengen je tussen weer thuis. Je hebt dan al gegeten. Mocht je niet meegaan, wil je het dan aan mijn mama laten weten. Ik ga het nummer niet zeggen. Ook ontvangen zij graag het adres waar we je af mogen zetten na het feestje. Trek een makkelijke, zittende en niet te warme kleding aan. Liefst Madelief. Nou. En we gaan naar Jumping Cell. Kangaroo Jump. Oh, mama. Kom, we gaan Dotjes, want anders komen we te laat. Wij gaan toch nog een keer jumpen. Ja, we gaan nog een keer jumpen. Junior gaat ook naar schooltje. Ja, met maandje. Wil je nog gel in je haar? Ja. Ja, dan gaan we dat nu even doen, goed? Ja, en mama gaat mee naar jumpen. Maar die gaat mee naar jumpen, oké. Dan moet jij hem even vasthouden misschien? Dan kan ik even de gel doen. Moet jij hem zo vasthouden? Ja. Zo, dan kunnen we het zo zien. Naar jou, hè? Dan wil je hoofd zien. Nee, nou zit je lippen. Dit. Nee, dat zijn je ogen. En dit? Nee, gewoon van een afstandje, wat verder weg. Nee, verder weg. Dat is dichterbij, verder weg, zo. Nu filmt hij. Nee, nou film je je buik. Je moet er een beetje omhoog. Ja, iets verder weg. Zo. Junior, moet ik anders even filmen? Nee. Nee, niet zo. Kijk eens. Wauw. Kijk even jongens naar het resultaat. Nou. Wauw. Knap hè? Nee, dat moet iets meer. Nee, zo, dat zakt zo meteen wel in. We zijn... het is inmiddels bijna avond. We hebben weer een lange dag gehad met zakelijke besprekingen, sollicitatiegesprekken. Noem maar op. En ik zat eigenlijk op kantoor en ik dacht, ja, ik ga niet nog aan een nieuwe taak beginnen. Ik ga gewoon even lekker kijken hoe het hier gaat. Even wat drinken. En even kijken hoe het met jullie gaat, want jullie zijn allemaal aankomen waaien, maar ik heb jullie allemaal nog niet gezien. Wat hebben jullie nou gezien? Ik heb Eline nog niet gezien, ik heb nog niet kunnen vragen hoe en wat. Heb je het verteld? Ik heb het in de vlog zelfs nog niet verteld, dus zullen we dan maar even zo meteen aan Eline vragen. Wat is er? Nou. Ik ga zo aan Eline vragen. Ja. Maar jij wilde ook iets vertellen tegen mama. Ik heb bij Piepjes trap 11 gehaald. En ja, weet je wat dat is? Die trappen zeggen mij niks, dus dan moet je even goed uitleggen hoe het er dan in elkaar zit. Vorige keer had ik trap 9,5 en bijna brug. En krijg je dan, en wat voor punt heb je dan ongeveer? Denk je? Ik denk een 9 of een 10. Goed hoor. En waren er nog die nog langer volhielden? Van de meisjes? Ja? Ik mag namen zeggen of niet? Je hoeft niet. Een meisje? 3 meisjes sneller? 2 meisjes. Als mij, maar ik ben niet bij alle dingen geweest. Maar één iemand had trap 14 en de ander trap 12,5. Zo. En Jan, Die zegt Jan. Ja, Jan. Mijn naamgenoot. Die heeft trap 15, dus heeft het uitgespeeld. En daarna heeft hij even gestopt en daarna heeft hij weer trap 15 gehad. Zo. Ik kan niet veel goed hockey is. Dat is toch, hè, die jongens. Die hebben goed, ja. Je hebt een goed uithoudingsvermogen, ja. Hè? Ja, ja. Jan die zit op de basisschool en die valt wel eens in het team met ons. Dat is echt, ja. Doet hij heel goed. En ja, net werd er nog gevraagd om een scheidsrechter voor het team van Maddy's zaterdag buiten. Nu het stand. Dus er werd mij gevraagd, wil je even kijken of er misschien iemand in de groepsapp gooien of er iemand wil fluiten. Ik zei, mag Stan het niet doen? Ja, dat mag zeker. Ja, dat doet Stan het wel. Dat vindt Madeliefje ook heel leuk. Oh, ja, ja. En Stan vindt het ook heel leuk. Dus dan kunnen ze dat samen. Het is natuurlijk wel Valentijnsdag, dus ik weet ook niet precies of hij zaterdag gaat helpen in het chocolatelier, eventueel met bonbons. Maar ja, dat kan hij dan de voorhand nog doen. Dan gaan ze meteen, als Eline thuis is, gaan ze meteen maar eens even vragen. Dan gaan we eens vragen wat er aan de hand is. Neem je de camera mee? Wat moet ik vragen? Wat Eline, wat is er vandaag allemaal gebeurd? Want ik hoor van papa en mama iets wat zij niet willen vertellen. Volgens mij zit ze in de gamecam. Eline? Oh, dat is Floor. Volgens mij is ze weer weggegaan. We zitten inmiddels aan de tomaatsoep met z'n allen. Met z'n allen. Dat is een oud liedje. Ja. Met z'n allen zingen wij van harte een liedje. Dat kan jullie niet. Dat is van de Sound Mini, de Mini Playback Show. Ja. Ken jij dat? Ik ken dat. Zo van TikTok, joh. Iedereen kent het. Ja, ik ook. Ik niet. We hebben vandaag heel leuk nieuws. Vinden papa en mama. Eline staat in de finale van het lekkerste Brabantse worstenbroodje met haar bedrijf. Bakkerij Nagelkerken Oudenbosch. Nee, met worstenbrood van Nagelkerken. Oh, staat het er zo in? Jij was ingeschreven op Nagelkerken Oudenbosch. Ik zit er niet bij, maar de mystery guest heeft dus worstenbroodjes bij de website van Eline besteld. En nou, die zijn dus heel goed bij de 10 beste mystery guest worstenbroodjes uitgekomen en die meedoen aan de wedstrijd. En Eline die mag in Eindhoven gaan bakken over een maandje of zo, of 2 maandjes. Ja, 23 maart geloof ik. En dan moeten we weer gaan oefenen, Eline, voor de allermooiste worstenbroodjes te gaan maken. Volgens mij is dat precies in de proefwerkweek. Ja, dan moet ze er 1 inhalen. Dat zou zomaar kunnen, ja. Het zijn eigenlijk zelfs de wereldkampioenschappen. Want worstenbroodjes zijn natuurlijk alleen in Brabant. Er zijn verder geen worstenbroodjes over heel de wereld. Ze zijn wel in andere dingen. 41 tot 46 gemaakt. Maar het is een Brabantse sessie. Maar het is 21 tot 23. 23 is het. Dus het is de wereldkampioenschap lekkerste worstenbroodjes. Vorig jaar zat ze er ook bij. Ja, toen is het allemaal niet doorgegaan. Toen is het allemaal afgeschaft en ook niet uitgesteld. En nou, dit jaar hebben ze gezegd, we doen de wedstrijd gewoon helemaal opnieuw. Vonden wij jammer, want ja, vorig jaar stond ze toen in de finale echt als een jonkie. Het is de eerste keer dat er een vrouw in de finale staat. En er is nog nooit zo'n jonge deelnemer geweest in de finale. Dus ja. 2 vliegen in één klap. 2 records verbroken al. Ja, dus... ik heb een deal met Eline. Als bij Eline wint, leggen wij iets meer bij haar scooter. Want ze wilt zo'n scooter. We beginnen met een V en het eind op Espa. Ja, en weet je wel, het is als zij die wedstrijd wint, is dat voor ons bedrijf ook heel goed en heel goede reclame. Dus daar plukken wij dan ook de vruchten van. Dus dan mag er iets tegenover staan, hè? Leuk, hè? Eline denkt, wow. Eline houdt niet zo van die belangstelling en... Maar toch vind je die wedstrijd wel leuk. Ja. En het is een heel goed leermoment van je toekomst. Dit heeft hem natuurlijk al vaker gedaan bij de amateurs. Ja. Maar de finale nog nooit bij de professionals. En het is volgens mij echt een hele dag dat je daar bezig bent in die school in Eindhoven. Dus de soep lekker, Junior. Ja, er zijn er nog meer die iets wil vertellen, want ik heb nog zoveel verhalen allemaal gehoord. Madelief. Ik wil eerst iets vragen. Ja? Kan je dat ook op tv zien? Er komt wel een samenvatting van op tv, bij Omroep Brabant. Dus dat klopt. Kunnen we dat dan gaan kijken? Dat gaan we kijken. Maar ik denk, als het allemaal een beetje gaat met de coronamaatregelen, dat we er zelfs naartoe gaan. Naar de uitslag. Met z'n allen. Weet je met wie dat is? Met Betty. Die die we ook altijd zien bij de Borstenbroodwedstrijd. Ja. Ja, die. En Floor, jij had ook nog iets te vertellen? Ja. Ik ben vandaag begonnen aan een musical. Nu zijn we vandaag begonnen met een musical. En mag je vertellen hoe de musical heet of is dat geheim? Mag wel. Mag ik wel zeggen. Kun je online ook vinden. Hoe heet die? Wie steelt de show. Wie steelt de show. En heb jij... Dat is wie hem steelt. Het is een boef dan, die hem steelt. Haha. Er wordt een show gestolen door iemand. Ze doen een soort talentenjacht. De musical gaat over een talentenjacht. Zo stilt. Ik vond er wel een bijzondere uitgekozen dingen. Ja, met al het nieuws van. Met al het nieuws van nu. Maar ja, die musical was natuurlijk al lang gemaakt. Komt er ook een Arie voor dan? Arie C. En de Marco B. Haha. Mocht je al een rol doorgeven? Of hoe gaat dat? De volgende keer gaan we alle rollen. Oké, dus je gaat hem nou eigenlijk kijken, denk ik dan. Op de muziek luisteren en de teksten lezen. En dan mag je zelf aangeven welke rol je zou willen, toch? En dan auditie doen. Dan het auditie doen, ja. En ik ga hem zo meteen opzoeken op mijn telefoon. Ja, ik kan hem al opzoeken. En heeft er iemand anders nog iets te vertellen? Of, Merel is vandaag weer voor Amerika bezig geweest. Nou, jij hebt iets meegemaakt? Nee. Nee. Uitgezet vandaag. Geen stoute dingen gedaan? Nee. Oh. Echt niet? Ik heb ook nog geen bericht gehad. Dus van school vandaag. Is dan nog iets? Nee, ook niet. Papa? Ook niet. Nou ja, ik ook eigenlijk niet. Floor. Morgen gaan we naar het theater met onze klas. Ja, in Roosendaal? Met de bus. Met de bus? Met de bus. Zo? Ja, met de schoolbus. Zo? Met schoolbus. Leuk. Kun je zingen, hè? Chauffeur, chauffeur, rij een beetje deur en van je hela. Dat deden wij vroeger. Dat deden wij vroeger in de schoolbus. Het is wel een kwartiertje. We zijn er bijna. Je zingen, we zijn er bijna. Oh ja, en dan moet je stoppen als je terugkomt. Ik heb een potje met vet. En Merel gaat ook met de bus. Donderdag op excursie. Ja, dus nou, dat is dan ook toch? Ja, dat is volgende week volgens mij. Oh, dan heb ik ook een excursie. Ja, dan gaan jullie samen. Nee, ook daarmee. Ja. Vijf HAVO, drie MAVO. Kijk ook eens zo. Ga jij ook daarheen? En dan gaan drie MAVO-klassen en alleen die van Stan gaat met jullie mee en die andere twee gaan op een andere dag. En? Ik hoef daar eigenlijk helemaal niet naartoe. Ja, dat moet. Wanneer is het? Verplicht. Wanneer is het nu schoolreisje weer? Weet ik niet. Ik weet niet of het schoolreisje er wel gaat komen dit jaar. Volgens mij wel. Dat zijn onze kans. De soep is op. Dus dan komen de aardappelen. Ze zeiden waarschijnlijk gaat het schoolreisje wel doen. Ja, als het zo door blijft gaan, denk ik dat ze wel einde van het schooljaar iets zullen gaan doen. In groep 1 of groep 2 of groep 3 ben ik naar zo'n boerderij gegaan. En ik ging net op Netflix kijken en toen zag ik daar een film van staan. Scherpenberg, volgens mij, ja. Ja, of dan 10 gemeenten. Het is met twee jongens en meisjes en die dansen in de hoek. Geen idee. Laat maar even zien straks, ja? Als toetje hebben wij een lekker ijsje van Maddy's. Nou, we moesten altijd om 5 uur dicht. Nu 7 uur. Ja, eerst om 5 uur en toen konden we niet eten. We waren al klaar met eten en dan kunnen we niet meer hierheen. Het treft. Het trad er echt in. Het terras gaat al binnen. Mag ik gewoon likken? Ja, woordjes. Ja. Papa, heel mooi. Neus staat erin. Ik heb lekker hazelnoot. Papa, heel mooi gesproken. Het terras staat erin. Junior, wat heb jij? Chocolade is altijd handig als kleren. Hè? Ja. En wie gaat Junior meenemen? Want zijn fiets staat hier nog. En ik heb wat roggemeel meegenomen voor mijn bakflex. Daarin ga ik deze maken. Echt een ga je dat vandaag? Ja, dat moet elke dag moet ik dat eventjes doen, meer dan een week. Dat duurt heel lang voordat je dat hebt. Ga je dat zo meteen doen? Ja. Mag ik kijken? Ja. En wij gaan zo meteen nog samen? Wij gaan nog rennen, Guus en ik. Nu nog? Mee. Pantoffel. Oh, dat kan ook helemaal voor mij redden. Die gymschoenen aan doen. Ik ga gewoon op de loopband. Kun je ook mee redden? Nee, ik wil... De loopband doet het niet, die magneet is kwijt door Junior. Ja, hij heeft er net een beetje in gegooid. Oh, serieus? Ja. Kan wel een andere magneet op. Ja? Ja? Ah, ik ben in de wc gegooid! Die magneet van de loopband. Dat mag niet, hè? Een loopband in de wc gegooid. De magneet van de loopband. Echt niet? Dat was nog lang geleden. Ja, dat was lang geleden. Zullen we even zo afsluiten met ons ijsje? Ja. De dag zit er weer op. Dit was onze vlog voor vandaag. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe! Lang zal ze leven, lang zal ze leven. En waar ging die voorstelling over? Dit is een cadeautje voor oma van mij. Pannenkoeken staan op het vuur, worden gemaakt door papa. Oh.